Wat wij bijzonder waarderen zijn bewuste versprekingen die aanleiding geven tot een lichtjes vulgaire betekenisverandering. Sportnieuws op de Flanders Indoor Atletiek Meeting. Dat hij betrapt was op cocaïnebezit en gebruik. En tot zover, dames en heren. En wij komen in Kafkaiaanse toestanden toe. Eerste fikse pik van A-agent. En zij willen, koste wat het kost, de Duitse publieke opinie aan hun kant houden. Knap werk, maar alles kan beter. Minister van de Lanotte wil de knoop over de betwiste derde koerier niet doorkakken. Eerst vanmorgen arriveerde procureur-generaal Ziekenzaal van Cassatie. Zij is de openbare aanklager om deze wegreuzen aan banden te leggen. Rukkers, piraten van de weg. Oh, ik zou ergens durven zeggen, wie had er in feite schrik van Regina Fouf? U was er bang voor Regina Fouf, ja. Ik vind dat ook belangrijk. Dat is een pluim naar, absoluut. Naar u, meneer Van Krunkels. Ondertussen zijn die temperaturen toch beginnen stijgen en op dit ogenblik schommelen ze in Vlaanderen zo rond het vriespunt en aan de kut zijn die temperaturen al positief. Ik ben uitgepraat, maar er is nog nieuws uit de sport. Dat krijgt u van Ivan Stonk. Ivan eerst Champion League voetbal. Met temperaturen die niet meer de 5 graden halen onder thermometerkut. Ook onder thermometerkut. Ook onder thermometerkut. Dus we gaan koude nachten tegemoet. Sluiten hiermee onze week af. Volgende maandag ziet op deze stoel een andere man, een titelman. Ik wens u nog een prettig weekend.